uw eigen cultuur en uw eigen taal kunt behouden, daar in uw familie enzovoort, maar dat we toch op een goede manier kunnen samenleven. En ik denk dat de Turkse gemeenschap is de belangrijkste gemeenschap hier in onze stad. En we hebben ook in het verleden bewezen met vallen en opstaan. Hè. Moet eerlijk zijn, hè. Er zijn ook moeilijke periodes geweest. In het begin dat de Turken naar hier kwamen, ik herinner me dat goed, de jaren 60, 70. Ik zit van 1977 al in de gemeenteraad. Ik zit daar al 36 jaar in de gemeenteraad. Dus ik heb dat allemaal meegemaakt. Dat waren zeer moeilijke periodes. Maar naarmate dat de Turkse gemeenschap ook, en jullie spreken allemaal Nederlands, de taal geleerd hebben, de kinderen hier naar school gestuurd enzovoort, leven wij op een zeer goede manier samen. En Groen en SPA zijn partijen die daar duidelijk ook voor gegaan hebben. Ik wil ook duidelijk zeggen, omdat daar geen misverstand over bestaat, Groen en SPA zijn de twee enige partijen, want dat is een hele discussie geweest, die tegen het verbod van de hoofddoek gestemd hebben. De twee enige. Hè. CD&V, VLD en alle andere partijen vonden absoluut dat het moest verboden worden aan de moslimvrouwen om een hoofddoek op te hebben als ze bij de stad Gent werden. Wij vonden dat niet. Wij waren de enige partij, maar wij zaten in de minderheid. Dus ik geef dat maar als voorbeeld, omdat ik weet dat daar veel dingen over verteld worden enzovoort. Ik zal niets onheus zeggen over andere mensen, maar ik vraag mij af hoe moslimmensen die op die lijsten staan, dat thuis verantwoorden aan hun eigen vrouw, aan hun familie, aan jullie, aan hun vrienden enzovoort, dat ze zeggen aan hun eigen vrouw, je mag niet bij de stad gaan werken, waarom mag je een hoofddoek niet dragen? Ja, hoe legt men dat uit, dat men dan voor die partijen opkomt? Maar dat is mijn probleem, dat is hun probleem. Ik zeg u dat wij met SPA en Groen over 90-95% van de zaken dezelfde mening hebben, zeker op het vlak van opvang van alle mensen die kansarm zijn. En wie zijn de meest kansarm? Dat zijn inderdaad meestal mensen die van andere landen naar hier komen. En wij proberen in de mate van het mogelijke iedereen daarin tegemoet te komen. Jullie, als Turkse gemeenschap, zijn een gemeenschap die ook moeten vechten hebben in het begin. Hè. Jullie hebben allemaal in het begin keihard moeten vechten om hier een voet aan wal, om een huis te kunnen huren, om werk te vinden. Maar velen onder u hebben het initiatief genomen om zich als zelfstandige te vestigen en zijn geslaagd in het leven. En dat siert u. En ik ben daar ook blij om. En dat is een formidabel gegeven. Dus we zouden moeten proberen dat ook die anderen kunnen slagen in het leven en hier goed kunnen leven in deze stad. Dat is de reden waarom we met Groen een lijst hebben gevormd. We hebben een ambitieus programma om de stad nog leefbaarder te maken. Het zal sommigen van u, ik rijd ook met een auto natuurlijk, maar wij zijn er echt van overtuigd. Als je dan nu ziet wat we kunnen doen die zaterdag van de dekenij, die een tram hieruit halen en de auto's hieruit halen, dat is toch ongelooflijk aangenaam. Je kunt op straat lopen, kunnen met elkaar praten en dergelijke meer. Wij vinden dat we in de stad een aantal keuzes moeten maken om dat autovrij gebied eventueel nog wat te vergroten en te proberen de auto's wat meer buiten de stad te houden om het leefbaarder te maken, zodat de kinderen kunnen lopen op straat, kunnen spelen op straat en dat de straten, kijk, ik druk het altijd zo uit, hè. Eigenlijk zijn de afgelopen decennia, tientallen jaren, alle steden en ook Gent eigenlijk ontwikkeld in functie van de auto. Want als je een ingenieur vraagt, wil ik hier een nieuwe straat aanleggen, wat doet hij? Dat is in de eerste plaats zei, ah, hier moeten de auto's rijden, hier en hier, vierbaan auto's. En dan wordt er gezegd, ah, en de voetganger, oh ja, voor de voetgangers nog een voetpad. En voor de fietsers, ah, misschien nog wel plaats voor de fietsers. Maar voor voetgangers, voor kinderen, voor een keer te spelen, voor wat groen in de straat, voor wat ruimte te hebben in de straat, daar is nooit geen aandacht aan besteed. En we denken dat we het veel leefbaarder zouden kunnen maken als we daar een aantal initiatieven rondnemen. En we willen heel veel aandacht ook hebben naar de kinderen toe, omdat we denken dat kinderen moeten zich kunnen uitleven. Kinderen kunnen niet opgroeien en dan op te sluiten in kamers, zodat ze niet buiten kunnen spelen, dat ze niet kunnen voetballen, dat ze niet op speelplein kunnen enzovoort. Dus we moeten daar ruimte voor creëren. Dat is de visie die we hebben op een ontwikkeling van de stad, waarbij tezelfde tijd uiteraard ook de middenstand moet floriseren, moet gaan, de economie moet gaan. We arbeidsplaatsen moeten creëren in de bedrijven en dergelijke meer. En ik denk dat we alleen vriend en vijand zullen willen herkennen, en jullie zijn hier allemaal al heel lang. We hebben de laatste 25 jaar met dit bestuur, want het is altijd een paarsbestuur, SPA samen met de liberalen, denk ik goed werk gedaan. Zelfs onze grootste vijanden, diegenen die nu tegen ons campagne voeren, zeggen letterlijk van dat stadsbestuur heeft goed werk gedaan. En ik denk, alleen we zouden dat een stuk verder willen zetten in de toekomst. Vandaar dat we eigenlijk komen vragen, hè, of dat we uw vertrouwen mogen hebben bij de verkiezingen. En of dat je voor ons wilt kiezen, eerlijk genoeg, staat op de 12e plaats op de lijst. Ik trek de lijst. Ik wil enkel ook zeggen, dat is misschien ook wel belangrijk voor u en uw familie en vrienden enzovoort.
als je gaat kiezen, mogen er zoveel namen aanduiden voor de wilt binnen dezelfde lijst. Binnen dezelfde lijst. Maar je mag niet op een andere lijst gaan kiezen. Dus als je zou zeggen, ja, ik wil hier vooral de Turkse vrienden kiezen, op alle lijst, dat gaat niet. Dan is je stem ongeldig. Je moet binnen één lijst blijven. En de eerste keer was het zo. Ja. We wisten het. Ja, ja, ja. Niemand had de duidelijk weten. Maar ik zal je zeggen, vroeger was dat, mocht dat. Vroeger mocht dat hier, ja. Wat men noemde dat panaceren. Je kiest voor een socialist, voor een katholiek en voor een liberaal. En dat mocht. En als je bijvoorbeeld drie, dat betekent dat die drie kregen een derde van de stem. Ja, zo was dat vroeger. Ja. Maar dat is afgeschaft, al veel jaren geleden is dat afgeschaft. Je moet binnen één lijst blijven. Maar binnen die lijst moet je zoveel aanduiden wat je wilt. Je kunt daar Rezul aanduiden, je kunt Sabal aanduiden, je kunt Inkloer aanduiden. De Sengis, maar dat zijn de voornaam Sengis. Van Groen, hè? Çetinkaya. Enzovoort. Dus er staan verschillende Turkse vrienden op de lijst. En je weet ook, alleen dat moet ik u ook allemaal niet zeggen, want dat is eigenlijk allemaal overbodig om dat nu te zeggen, want u kent de stad en u weet hoe we werken. Maar wij zijn ook de enige geweest als SPA die al lang geleden, 18 jaar geleden, niet alleen een Turkse of een Turk op onze lijst zetten om te zeggen, oh, zie ik hier staan een Turk op en daarna niets. Nee, we hebben destijds, met Fatma was de eerste, Fatma Penivan, is schepen geworden in het stadsbestuur direct. Hè. Is daarna parlementair geworden, heeft nu een carrière in het parlement. Als Fatma dan gestopt is, hebben we dan Rezul schepen gemaakt. Dus bij ons krijgen die mensen ook volle verantwoordelijkheid. Rezul bijvoorbeeld, als schepen, dat is niet te onderschatten, hè. Die is dus schepen van personeel. Die is dus baas van bijna 10.000 mensen. Hè. Dus die is baas van 10.000 mensen, hè, die daar werken. Dat is dus een grote verantwoordelijkheid. Hè. Voor alle informatica van de stad verantwoordelijk. En voor administratieve vereenvoudiging. Dus dat is niet zomaar zeggen, we nemen een keer een Turk mee voor te zeggen, allee, dan kies maar voor ons, want we hebben een keer een Turk mee. En daarna zeggen, je bent bedankt, je krijgt niets. Nee, als we bekwame mensen hebben, en dat is hetzelfde gehad met Inkloer, die nog jong is, maar die heel veel stemmen ook had, vorige keer. Ja goed, we zullen wel zien, maar bij ons speelt de afkomst geen rol. Bij ons speelt de capaciteit een rol. En we hebben volgens mij zeer goede mensen op de lijst, zoals Inkloer, zoals Rezul en dergelijke meer. En vandaag, ja, dat we u durven vragen dat ons wil steunen. Maar jij verstaat niet Turks, ik spreek jij Turks? Ik begreep ook de Turks. Ah, de Turks ook, ja? Ja. Ah ja, maar je bent Afghaan, hè? Ja, ik ben Afghaan, ja. Ja, hoeveel talen spreek je dan? Zeven talen. Zeven talen? Mooi. Hoe zit? Hij moest op de lijst gestaan. De volgende keer. Ja, ik zou iets...